helemaal nuf. Ik ben natuurlijk ook op te nemen. Shhh. Wat hij eruit komt te zien. Ik had een bijna. Die gaat even kijken. Wat... Oh, de limonadekrantje. Lekker, hè? Maar volgens mij kan Leon. Is de Leon nice? Nou, ja. Dit was gewoon de eerste keer. This is number one check. Ja. Super raar. Johan, die wil nog een lijstje. Ja, zij is hier goed geworden? Ja. Een hele goede morgen. Wij zijn de Bellinga's, familievloggers. En leuk dat je vandaag weer kijkt. Het is vrijdagochtend. We hebben weekend, want Lucilla, je hoeft niet naar school, hè? Ja. Nee, niet naar school. Dus kijk weer gezellig met ons mee. Ik zie je verder onder koekje en pep. Oh, alsjeblieft. Zit u zo? Ja, Lucilla? Zit. Ja, goed zo. Het is lieve Lucilla en Luxie. Kan ik wat kopen in jullie winkeltje? Oh, een pinkiepop. Wat kost dat? Een papa. En een heer broodje. Ja, ik wil een broodje tomaat. Ja, ik heb nog niet ontbeten. Dus ik wil zo'n broodje tomaat. Ja, een broodje tomaat. Hoe duur is die? Echt veel. Waar is het eigenlijk? Oh. Laat je van me. Oh. En een groen, hè, papa. Oh, en F. Ja, of kun je zo? Met een F. Oh, met een F. Geen fruit, maar een tomaatje op een broodje. Keurig, even lekker eten in de lunch. Van u zullen laten zien. Niet smaak, bedankt dames. Ik wil net 50 cent voor een lekker broodje tomaat. En een flesje drinken erbij. Nou. Zo, welkom in de kookstudio. Van Lucilla en Luxie Bellinga. Lucilla is aan het leren rekenen. Jij bent uitgekomen op 9.653.339 euro. Ja. Oh ja, jij bent aan het koken. Wat ben je aan het maken, Luxie? Oeh, een lekker broodje. Dit is een bakkie van mij. Met tomaat en kaas. 4 plus 4 is 8. Kijk. Jij bent mooi en slim. Nee. Wat is het nou weer? Papa, ik heb nu gewoon uitgerekend. Oké. Okay. 2 plus 2 is 4. Heel goed hoor. Het is vandaag vrijdag. De kinderen hoeven vandaag niet naar school toe. Want ze zijn gisteren geweest. En Luxie die is hier alweer aan het kappen met haar kapzetje. En de pop... Oh, maar, wil je mama doen, liefie? Oh, wil je mama even mooi feunen? Nee, de pop heeft ook wel een beetje krint in haar, schatje. Kijk, dat is zo'n kapperspop. Alleen ja, die is goed gebruikt, zullen we maar zeggen. Ze vindt mama's haren mooier om te kappen, schatje. Ja. Vind je dat mooi? Aangezien de kids het zo leuk vonden om TikToks op te nemen. En ze helemaal into de TikTok zijn op het moment. Mocht je ze nog niet volgen, we doen het gewoon leuk voor de fun. Luan, Bellinga, -12. Lucilla, -15. Dat zijn hun TikTok-accounts. En we dachten vandaag misschien wel weer leuk om wat TikTok-video's op te nemen. En jullie natuurlijk mee te nemen hoe wij dat achter de schermen een beetje doen. Dat moet ik bij zeggen. Nu zijn wij niet de allerprofessioneelste TikTokkers of zo. Ik doe ook maar wat. Maar ze vinden het gewoon leuk om die dansjes na te doen. Dus ik ga eens even kijken of we misschien weer wat leuke TikTokjes kunnen opnemen. Hebben jullie daar zin in? Ja! Wat we dus een beetje doen, is als je zeg maar TikTok hebt, dan scrollen ze een beetje over die... De tijdlijn heen zo. En dan kan je filmpjes opslaan als je leuke filmpjes ziet. Dus we hebben wat leuke filmpjes opgeslagen op onze filmrol. En we gaan eens eventjes kijken wat voor dansjes we willen gaan doen. Zullen we om en om doen? Zullen we beginnen met Lucilla? Ja. Lucilla had deze gezien. Nou, dan gaan wij deze eerst eens eventjes oefenen. En dan gaan we daar kijken of we hem kunnen opnemen. Goed? Oké. Okay. Dus dan aan het einde zo. Ja. Okay, we gaan even het filmpje dan langzaam afspelen. Een klein meisje wat het doet, dus het kan ze makkelijk van afkijken. Dus eerst doe je. Ze is af. Dus, ja, zij is af. Oh, moet hij op? Pet. Alsjeblieft. Oké, okay, begin met naar de rug, zeg maar, bij de kamer. 1, 2, 3, zwaai. Zwaai, zwaai. Hand, hand. Klop, klop. Klop, klop. En dan? Oog, oog, en dan bom.
oog, oog. En dan met die andere doe je boem. Maar niet bij je hoofd, maar gewoon bij je schouders. Zo, boem. Ja. Boem. Nog een keertje proberen. Vanaf... Shh. 1, 2. 1, 2. Ja. Mama meedoen. 1, 2. Ja, naar achter. En dan iets naar achter. En dan. Nog een keer. Zwaai, zwaai. Boom, boom. Klop, klop. Oog, oog. Pap. Nog een keer. 1, 2, 3. Zwaai, zwaai. Bam, bam. Klop, klop, oog, oog, boom. Langzamer voor jou, ja? 1, 2. Zwaai, zwaai. Klop. Oké, hand, hand. Klop, klop. Oog, oog, bam. Ik heb namelijk ontdekt, door jullie, dank jullie wel daarvoor trouwens, dat je op Instagram het filmpje, als je aan het opnemen bent, verlangzaamd kan opnemen. Dus dankjewel voor jullie tips daarin. Zo kan ik dus het dansje, het liedje langzaam afspelen, waardoor Lucilla het niet zo snel hoeft te doen. En als je hem dan uiteindelijk afspeelt, dan is hij wel gewoon normale formaat, zeg maar, normale snelheid. En dan lijkt het alsof Lucilla het snel doet, maar dan doet ze het eigenlijk met opnemen langzaam. Super handig. En jullie hebben ook laten weten hoe ik dus de video's kan opslaan, zodat ik ze niet allemaal tegelijkertijd hoef te posten. Super dankjewel voor al jullie tips natuurlijk, want ja, ik ben nog maar een beetje zoekende hoe dat hele TikTok en alles werkt. We doen het ook maar pas een paar weekjes, dus het is echt voor ons ook allemaal nieuw. Ze vinden het alle twee heel erg leuk, dus ik vind het leuk om met hun dit zo een beetje te oefenen en te doen. Zullen we het eventjes gaan proberen? Ja. Kom, gaan we nog even proberen. Ja. We beginnen met 1, 2, 3. Zwaai, zwaai, schouder, schouder, klop, klop. Oog, oog, boem, boem, boem. En wat doet ze dan? Ze doet met haar hoofd. Boem, boem, boem. Oh ja, en dan doet ze zo en dan doet ze zo. Zo en dan ja. Doet ze zo. Ja, nog een keertje. 1, 2, 3. Zwaai, zwaai. Schouder, schouder. Oog, oog. En dan boem. Boem, boem. Klop, klop. Oh, die klop, klop waren vergeten. Nog een keer. 1, 2, 3. Zwaai, zwaai. Schouder, schouder. Klop, klop. Oog, oog. Oog. Boem, boem, boem. Zoiets doet ze. Ja? Oké. Okay. Oké. Laten we het even proberen met muziek. Hier staat hij. We hebben hem even op de trage stand gezet, zoals jullie zien. En Lucilla die staat hier. En ze gaat een poging doen om dus vertraagd op te nemen. Ben je er klaar voor? Ja. Gaat hij dus langzaam, hè? Keer proberen, ja? Nou zie je hoe die eruit komt te zien. Nee. Je vergat het laatste stukje. Die deed heel goed. Klop, klop, klop. En dan oog, oog. Die moet je iets sneller doen. En dan toem, toem, toem. Oké. Goed? Oké. Okay. Nou, we gaan hem nog een keer doen. Komt ie, hè? 1, 2.
Klop, oog, oog, schouder, 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 pam, en ding. Bijna, schatje, je had hem bijna. Oog, oog, arm, 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 boven en... Ik vond hem wel heel goed. Lucilla vond hem goed, dus we gaan hem posten op Lucilla haar account. Hartstikke leuk gedaan, liefje. Mag ik hem op mijn cadeautje? Ja, wil je op het knopje drukken? Druk maar op plaatsen. Ja, dan staat hij op jouw account. Zo, Luan die gaat even kijken welk dansje hij zo meteen wilt gaan doen. En Luxie die wilt wat drinken. Uit een eigen kopje die je zelf hebt gemaakt. Ja. Zullen we hier eens een beetje uithalen dan? Dus even kijken. Moet je hem op het schoteltje zetten? Kijk, zet hem op het schoteltje. Zo. Oh, moet hij niet op het schoteltje? Oké, trek. Doe hem een heel klein beetje hierin. Oh, dat is een bord. Oh, tuurlijk, Luxie. Dat is ook zo. Dat is een bord. Mama niet goed gezien, hè? Oké, nou gaan we hier een heel klein beetje in doen. Albrecht. Stop. Oh, ja. En doe maar drinken. Oeh, klein kopje. Lekker, lekker, lekker. Is het lekker? Ja, schatje. Wil je ook nog wat op je bord hebben dan? Moet ik iets kleins leggen op je bord? Ja. Ja, oké. Ja. Ja, dat kan ook. Zo kan het ook. Dan heb je een heel klein kop en schoteltje. Op luxieformaat. Ja. Lucilla die wil ook. Die had ook dorst ervan gekregen van al dat dansen. Okay, dus we gaan eens eventjes een klein kopje. Ja, precies genoeg. Nou, proost meisjes. Met jullie eigen gemaakte serviesje. Die heb ik maar niet ook. Hebben jullie zelf geschilderd, hè? Ja. Ja, daar wil er nog één, ja. Zo groot is het topje niet, hè? Ja. Oh, ja. Nog een slokje. Ja. Zo. Oh, het was heerlijk. Wil je er nog één? Ja? Oh. Oh. Ja. Zo. Alsjeblieft. Ja, een klein theekrantje bij jullie. Oh nee, een limonadekrantje. Proost. Proost. Ja, er zit precies één slokje in volgens mij, of niet? Ja. Oh ja. Luxie. Lekker, hè? Nog één. Luxie toch? Ik wil deze makkelijker. Heb je er één? Oké. Ja, wil je die doen? Nou, dan gaan we die even samen oefenen, goed? Oké. Okay. Oh, ja, de meisjes willen nog één. Even kijken. Nog een beetje drinken. Zo. Zo, alsjeblieft. Nou, dan gaan we die eens even oefenen, jongen. Kijken of we die op de band krijgen. Nou, volgens mij kan die wel. Nee. Ja, Luc. Ik deed je eentje. Goed, man. Heb je al een keer geoefend? Ja. Oké, nog een keer. Eerst even kijken wat ze doet. Dan gaan we even heel langzaam afspelen. Oké, is helemaal goed. 1, 1, spring. Spring. En dan doet ze? En nog... Spring, pom, pom. Nee, gaat ze naar springen? Ja, niet toch? Ja, kijk. 1, en dan springt ze naar die 1 de lucht in. En dan pom, pom. 1, pom, spring, maar ik wil zonder springen. Dat doe je wat je eigen doen. Maak je eigen draai aan haar. En dan duwt ze hem naar beneden. Nee, naar boven en dan naar beneden en dan lossen. Dus eerst gaan handen naar boven en liggen naar beneden. En die handen naar boven en die handen naar beneden en liggen naar boven. En dan doet ze de lasso. Ja. En dan doet ze je vingers naar beneden. En dan gaat ze. En dan doet ze draaien met de schouders. En dan gaat ze weg. Gaat ze weg. Oké, gaan we een keer proberen, ja? Ja, oké.
Zullen we weer zo doen? Dat is voor mij. Down. Oh, die doet ze langzaam. Oké, nog een keer. Oh, jeetje mina. Dit is zo... De tekst, want de gebaren zijn op de tekst. Je kunt alleen geen Engels, maar op een gegeven moment zeggen ze kink it down. Dus je doet eerst zeg maar down. dit en dan is het down. Dus dit is niet, nog niet zo, maar dit down. Ik ken het liedje niet, sorry jongens. Mooi hoor. Ik heb wel. Down. Ja. Luke. Ik sta echt voor lul naast jou. Wat? Jij doet het veel beter dan mij. Ja, vind je? Ja. Down. Down. Ik ga hem gewoon doen, want jij kan hem gewoon. Ja, zullen we gewoon doen? Ik kan hem gewoon. En ja. Ik hoef hem niet lang te doen. Wil jij hem langzaam af laten spelen? Nee, snel. 3. 1, 2, 3. Wauw! Nu! Wat goed! Dit was gewoon de eerste keer. Estelle, we about to get down. Who the hottest in the world right now? Just touch down in London town. Ja, ben goed? Ik ben goed. Echt? Ik ben goed! Ja? Ik heb mijn tong goed. Kijk dan! Goed man. Nou jongen, ik vind het echt knap. Heb je deze toevallig al geleerd op je kamer? Nee, ik heb hem vaker gezien. Ja? Ik heb hem iets van 4 of 3 keer gezien. Okay. En ik dacht, ik ga hem gewoon oefenen, dan kan ik het allerbeters. Hartstikke goed, jongen. Ik weet het er gewoon uit. Ja, super goed kerel. Heel goed gedaan. We houden even een lunchpauze. Ik heb hier een lekker lunchje. En Lucilla die is gek op cornflakes. Ik ben er ook wel gek op, maar... Lucilla in het bijzonder, kijk eens schatje. Ze had ook wel lekkere rijstwafels. Alsjeblieft, even lekker een hapje eten met mij. Ja, Luxie ook. Lekker krentenbolletje. Inmiddels hebben we de lunch op en ze wilde nog een dansje opnemen. Een TikTok dansje opnemen, maar dan samen. Dus ze hebben even samen een leuk outfitje aangetrokken. Dat ze allebei dezelfde kleur hebben. Dan zijn ze even aan het kijken welke dansjes ze willen en hoe die gaat. Komen ze aan. We hebben daar even een soort standje gefabriceerd. Buiten naar binnen. Buiten naar binnen. 1, 2. Nemen opzij. Opzij. Kruis. Mond. Draaien. Duw weg. En altaar. Knuffel. Dan doe je zo. Zo. Knuffel. Ja, dan stopt het. Dan stopt het liedje. Knuffel. Kom. Laat met jou even voordoen. 1, 2, 3. Ga weg. Knuffel. Moet dat bij jou doen zo. Lucilla haar account. En nu willen ze ook nog een TikTokje op het account van... Luan! Luan!
Dus we hebben weer een leuk dansje. Best wel een lastig dansje. Ik heb hem een klein beetje versimpeld, dat het voor hun iets makkelijker is. En wat ik dan doe, is... Ik zet jullie even hier neer. Wat ik dan doe, is dat ik zelf even het dansje probeer te dansen, zeg maar. Het is een nieuw dansje. En dan ga ik hem vervolgens aan hun leren, zodat ik het wat makkelijker aan hun kan leren. En ik probeer alle dansjes een soort naam te geven. Kijk, zo heb ik dus bedacht. We gaan het volgende dansje leren. En jullie kunnen thuis natuurlijk gewoon meedoen als je dat leuk vindt. Als je überhaupt een beetje van dansen houdt. Want ik ga proberen makkelijk langzaam uit te leggen. Dus schouder, kap, 1 en 2. Mama, dus schouder. Je doet naar voren en naar achter. Ja, schouder, klap. En kan je dan dit? 1 en 2. Je gaat eerst op dat been staan. 1 en dan op dat been. Oh zo, een beetje dansen zo. 1 en 2. Dit was je zo. 1 en 2. 1 en 2. Goed zo, Lucilla. 1 en 2. Dan stappen we met dit been. Dat been. Stap je naar voren en dan laat je je bil zien. Laat jij je bil zien. Laat maar gewoon lekker zo'n beetje zo je bil zien. Zo. Mama. En dan stappen we weer terug. Oké, we gaan dit vanaf het begin doen. Schouder, klap. En de billetjes naar voren. Laat die billetjes maar zien. En dan gaan we weer naar achter. Goed zo. En dan gaan we de vogel nadoen. Woehoe. Hier zo. Doe maar zo met je armen. Zo wijd mogelijk. Alsof je een adelaar bent. Woehoe. Ja? Oké, wat we dan gaan doen, is dat we onze voet weg gaan schoppen. Kijk. Andere voet. De been naar die kant. Ja. Je schopt je voet weg en je haalt hem ook weer terug. Ja? Gaan we het even aan elkaar doen. Schouder. Klaar. La 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 la. Kom sneller. Billetjes, billetjes, billetjes. Vogeltje, vogeltje, vogeltje. Je voet wegschoppen en haal hem terug. Goed zo. Gaan we het nog een keertje doen. Een beetje leuk. Ja? Vogel. Eén. Ja, dat is echt een vogel. Ja. 1, 2, 3. Schouder en kap. Ja, la 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 la. Ik weet niet hoe lang het is, maar dat zien we zo meteen in het liedje wel. Je billetjes lekker wrijven. Ik schreeuw gek, denk ik. En een vogeltje vladder, vladder, vladder. En schop die voeten weg en haal hem terug. Oké, en wat we hierna gaan doen is een kruis maken. En dan staan we weer recht. Net hetzelfde als die. Ja, een kruis. Zo, een kruis. Wat we dan doen na het kruis is... Einde. Ja? En dan doen we zo. En dan is het einde, inderdaad. En dan? Van het dansje. 1, 2, 3. Schouder, klap. Ja, la, 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 la. Draai met die billetjes. Een vogeltje doen we na. We schoppen onze voeten weg. We maken een kruis. En klaar. Ja, ik heb hem in mijn hoofd. Ja? Gaan we hem nog een keertje doen. Ik klaar. 1, schouder en klap. Ja, la, 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 la. En billetjes draaien. Vogeltje nadoen. Schop je voeten weg. Haal hem terug. Kruis. Klaar. We gaan hem nog een keertje oefenen, goed? Ja. 3. Schouder. La la, la la, billetjes. Naar achter, vogeltje, schop. Kruis, bliep, boem. Hij gaat langzaam, oké? Ja. Zijn jullie er klaar voor? We gaan het langzaam doen. Ja. 1, 2, 3. En wiebel. Schouder, trap. En wiebel, wiebel, wiebel. Je billen, 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 billen. En een vogel. Schop je voet weg. Voet weg en een kruis. En je arm omhoog. Zo. Ratchet, sassy, moody, nasty, acting stupid. Super raar. Het filmpje wat ik dus net heb gemaakt met Lucilla op haar Lucilla haar kanaal of account hebben ze verwijderd omdat dat een community richtlijn schendt. Ik snap niet waarom, want jullie hebben het filmpje gezien, er zit niks geks in. Misschien een muziekje of zo, ik weet het niet. Dan gaan we deze hier posten, kijken of deze dus wel pakt. Dat is best wel jammer. Daar hebben we best wel een tijdje
ons best moeten doen. Of in ieder geval het dansje moeten oefenen. En samen met de kinderen dat gedaan. En dan zet ik het op TikTok. En dan verwijdert TikTok het meteen weer. En, terwijl ik niet eens weet waarom het is. Er staat bij dat er content schending is. Ik weet niet waarom. Ja, dat je het liedje, iets met het liedje. Maar het liedje staat heel veel op TikTok. En er zitten heel veel TikTokkers die met dit liedje dit dansje hebben gedaan. En ik begrijp dan niet zo goed waarom die bij ons dan verwijderd wordt. Terwijl ik niet echt het gevoel heb dat het een hele gekke TikTok is of zo. Een heel raar dansje. De kinderen hebben gewoon normaal kleren aan. Niks geks te zien. En aan de ene kant vind ik dat natuurlijk wel weer jammer. Omdat je best wel moeite doet om een leuk TikTok dansje te maken. Een videootje te maken. En het is ook heel erg leuk om voor de kinderen dat te hebben. Dat te zien. En dat vind ik ook heel erg leuk en waardevol van Instagram. Dat ik alle mooie foto's heb van ze. Zo zie ze heel goed hoe ze zo opgroeit en zo. Maar daar heb ik dus een TikTok account aangemaakt. En dan worden er gewoon video's zomaar even verwijderd. Terwijl voor mij dat best wel waardevol is, zeg maar. Omdat ik dat zo leuk en lief vond hoe ze samen dat dansje deden. En natuurlijk heb ik hem wel op mijn filmrol staan. Maar je ziet hem dan minder vaak mooi zo terug. In een mooi overzicht op hun eigen accountjes. Wat ze ook met Instagram hebben. Dus dat vind ik dan wel weer een beetje jammer van TikTok. Dat ze zomaar opeens video's verwijderen. Terwijl ik ze best wel leuk en waardevol vond. Maar goed, maakt niet uit. Ik heb in ieder geval wel het dansje gewoon gedeeld. Ook volgens mij op mijn story. Bij Lucilla per story heb ik hem gedeeld. Maar daar staat natuurlijk gewoon op mijn filmrol. En ik vond echt dat ze het heel erg goed deden. Ik vond dat je echt goed kon dansen hoor. Dank je. Hey. Vond je het leuk? Heel erg leuk. Je wel hè? Ja. Nou, dan ga ik nog even kijken wat Luan aan het doen is. Zij gaat even lekker chillen op de bank. Want Luan die zei, mama, ik wil er nog eentje voor op mijn eigen TikTok-account. En dan heeft mama genoeg gedanst vandaag, goed? Gaan we een andere keer verder met de TikTokjes? Nee, mam. Wat ruis ik bijna weer. Er zit nog een draadje. TikToker Luan, die wil nog een dansje doen. Ja. We hebben er hier weer eentje gezien. En dan doe je hem toek, toek, wat? Je bovenlichaam recht houden. Een soort van bous. En je bous zit meer in je benen. Dus niet met je lijf zo, maar het is meer zo met je benen. Ja. Bous. En dan een beetje stoer. En dan je zo staan. Dan. En niet zo met je billen naar achteren. Gewoon een beetje zo door je knieën staan. Iets wijder staan met je benen. En dan bous, 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 bous. En dan? Eén. 1, 2, 3. Bounce, bounce, bounce. Kruis, kruis en bounce terug. 1. Nee, eerst die. Die, 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 die. Oh ja. Ja. 1, 2, 3. Bounce, bounce, bounce. Kruis, kruis. Bounce, bounce, bounce. Juist. Tjoek, 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 tjoek. Tululululu. Yo. Yes! Oké, okay, nou voor Teggy. Luan wil buiten zijn TikTokje opnemen. Volgens mij is papa hier aan het chillen met Luxie. Mooie muziekjes. Oh, schatje patatje. Ja. Je hebt super lange benen, Lucilla. Prinsesje. Is hij goed geworden? Ja, ik ben hem zo meteen even aan het bewerken. Oh, maar ik ga hem ook bewerken. Oké. Nou, was het de laatste TikTok voor vandaag? Ja. Wij gaan de vlog voor vandaag weer afsluiten. Luxie wordt een beetje moe, dus ik ga zo lekker koken. Vond je het nou weer een leuke vlog? Doe even de... Laat het even niet te abonneren, klik op het belletje. En dan zie je morgen weer een nieuw vlog. Tot morgen. Doeg. Doeg je hart, boem, boem, mee. Wees lekker met ons mee. Je hartslag geeft de tempo aan. Als je danst, boem, boem, mee. Geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan. Doe je mee, boem, 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 mee. Dans mee en blijf je.